Goedendag, fijn dat u weer kijkt naar GPTV. City Proms, het laagdrempelige klassieke muziekfestival dat deze dagen in Leeuwarden wordt gehouden, startte donderdagmiddag met een optreden van Duo van der Weij op het Centraal Station. S'avonds speelde Christiaan Kuivenhoven in de Prinsentuin de voorstelling De Koperen Tuin naar de gelijknamige roman van Simon Versdijk. In een nostalgisch decor dat was opgezet in de vijver van het stadspark genoten de bezoekers van het verhaal van Nol Riske, het dromerige zoontje van de rechter dat zich afzet tegen de burgerij van begin 20e eeuw. Met woord en daad verdedigt hij zijn excentrieke held Cuperus, van wie hij pianoles krijgt en alles leert over de Carmen van Bizet. City Proms duurt nog tot en met zondag.